Welkom jongens bij een nieuwe Let's Play Lego Batman de videogame. Dus jongens, ik weet, normaal doe ik niet zoveel let's plays Nederlands. En de reden waarom is, Engelse mensen maken, denk ik, zijn veel meer leuker. En mijn idee is, ik ben geïnspireerd om dit te doen. Ik kan niet het hele scherm erin doen, maar dit is denk ik het beste wat jullie komen krijgen te zien. En ik ga niet 100% teren, want deze game is ietsje anders en hoe die werkt. En de games worden in volgorde gezet. Alleen er is één game in de Lego Batman trilogie die ik niet heb. En dat is de enige echte Lego Batman 2.
DC superhelden. Ik wil hem eigenlijk wel hebben. Want dat is een van de games die ik nooit heb... Van, ik heb de cutscenes, als het goed is, allemaal gezien in die game. Maar ik heb hem nooit gespeeld. Of gezien. Ik weet wel hoe de hubworld eruit ziet. Dat is de eerste Batman game met een hubworld. En Lego DC Supervillains ben ik ook van plan om te uploaden. Je idioot, Robin. Sorry voor degene die Robin als naam hebben. Daar bedoel ik niks mee. Sorry, Robin. En er is een vriend van mij die ik op de Let's Play wil. Bij de naam van Mick. En Mick, als je dit ziet, kan je alsjeblieft... Nou... Dus op de tijd van wanneer ik dit record is het zaterdag. Maar als jij dit ziet, dat betekent, kom alsjeblieft in de ochtend. Morgen. En als je dit ziet, kom alsjeblieft nu. Kom op. Kom op. Ik eindig de aflevering hier!